zijn het, ze doen het al 20 jaar, Joost en Claudia. Maar Joost, jouw ouders, van Bakkerij Prins natuurlijk, hebben het 30 jaar gedaan. Klopt. Ja, ja. Goedemiddag. 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 50 jaar Bakkerij Prins in Lelystad. Ja, dat is een hele mooie mijlpaal in de Polen, dacht ik zo. Had je dat verwacht toen je 20 jaar geleden begon, dat je het ook zo lang al zo vol zou houden? Nee, daar heb ik me eigenlijk nooit mee bezig gehouden, laat ik het zo zeggen. Nee. Je wilde gewoon die bakkerij. Ik wil gewoon elke dag heerlijke producten maken en er vol voor gaan. Ja. Ja. Het is wel zo dat natuurlijk in die afgelopen, nou ja, in ieder geval die 20 jaar ook, hebben dit soort ondernemers het vrij lastig. Je ziet op heel veel dorpen en steden natuurlijk, de slager gaat weg, de groenteboer, alles gaat naar de supermarkt. Ja. Supermarkten zijn ook veel meer gebak gaan verkopen. Ja. Of dat het even lekker is, dat is een tweede natuurlijk. Maar het is vaak uit gemak. Ik ben toch in de supermarkt, laat ik het dan daar maar gelijk even meenemen. Heb je dat in die afgelopen 20 jaar gemerkt, dat dat afneemt of verandert? Verandert, ja. Afnemen ook wel een beetje, maar vooral inderdaad verandert. En wat je zegt, gemak. Gemak van de consument is mijn grootste concurrent. Maar ik vind het juist zo leuk om naar al die winkeltjes te gaan. Weet je, naar het slagertje te gaan. Het komt nu wel weer een klein beetje terug. Ja, hè? Ja, het komt wel weer gelukkig een klein beetje terug. Mensen ook, ook bewuster zijn, hè, met eten. En ook met bewuster met spullen kopen. En willen weten waar het vandaan komt. Dus ja, een beetje met eerlijke grondstoffen werken. En als je dat verhaal. Althans, wij werken eigenlijk al 50 jaar zo. Ja. Er is niks aan gelogen. Het zijn gewoon puur. Het is roomboter, het is slagroom. Margarine zul je bij ons niet tegenkomen. Nee, dat is niet lekker. Nee, nou ja, goed, niet lekker. Mensen maken keuzes, wij maken de keuze. We willen gewoon die eerlijke grondstoffen en het daar behouden. Ja. Ja. Hetzelfde met appels. Hè. Appeltjes hier uit de polder vandaan, bij Verreken. Mm-hmm, yeah. Ook een bedrijf dat 50 jaar bestaat. Mm-hmm. Dus ja, en daarmee die samenwerking zoeken. Ja, dat is gewoon fantastisch. En dan elke dag gewoon heerlijke producten maken. Hey, heb jij wel eens in de supermarkt gebak gekocht? Dat je denkt, ik wil het toch eens even proeven. En wat vind je daar dan van? Leuk. Ja, natuurlijk kopen we dat. Ja, je wilde toch, we doen ook een marktonderzoek. Ja, 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 ja. Nee, maar je wil ook weten. Wat is je opgevallen? Je komt wel eens producten tegen. Het is het hem dan? Ja, het is hem net niet. En ik vind waarom het vaak niet? Zo bijzonder dat je bijvoorbeeld een moorkop, als je dat bij een bakker maakt, dat mag ik hopen althans, je maakt het elke dag vers. Ja. En soms als je hem in de supermarkt koopt, kun je wel 3-4 dagen goed houden. Ik denk, dat kan toch nooit lekker blijven? Nee, kijk, mijn moorkop kun je ook 2-3 dagen laten staan. Alleen, dat wil ik niet. Nee. Wij doen het niet. Een moorkop of een tompoes of een slagroompunt, eind van de dag, jammer. Een keer 3 keer slikken en de andere kant op kijken en kliko open en weg. Ja, maar ook minder conserveringsmiddelen in de broden bijvoorbeeld? Nee, wij hebben helemaal geen conserveringsmiddelen. Nee. Dat is dan wel weer een beetje tegen het gebak in. Want ik heb wel eens begrepen, dan kan je het niet zo lang goed houden in de vriezer dan of zo, hè? Voor brood? Ja? Nee, dat ligt eraan wat voor een brood erin zit. Wij noemen dat brood voor edeling. Ja. En wij doen dat met dezem. En doordat we onze eigen dezem maken, en heb je een passieve en je hebt een actieve dezem. Nou, de passieve dezem, die zorgt er juist voor dat je voor extra smaak, aroma, maar ook houdbaarheid. Ja. Oftewel de malsheid, maar dat is het belangrijkste. Eén vraag die mij altijd bovenkomt, als ik bij een bakker langs rij of wat dan ook, dan staat er vaak warme bakker. Wat is nou het verschil tussen een warme en een koude bakker? Koude bakker die krijgt zijn brood aangeleverd en die verkoopt. Die heet gewoon bakker? Die heet gewoon bakker. En de warme bakker die bakt zijn eigen brood nog zelf. Oh. Nou, heb je laatst je uitzending gezien over croissantjes? Dat was bij de keurensdienst zo. Nee, ik heb helaas. Nee, die uitzending heb ik niet gezien. En ik heb ook uitzending gemist. Heb ik eigenlijk niet teruggekeken. Ik heb wel heel veel over gehoord, inderdaad. En ook collega's over gehoord. Mensen die het niet gezien hebben ook. Dat heel veel bakkers niet hun eigen croissantjes maken. Klopt. Doen jullie dat wel? Nee, ik zou heel erg zijn, wij ook niet. Nee? Zijn die dingen zo lastig te maken? Of is het gewoon niet haalbaar qua financiën? Het is heel arbeidsintensief. En als je ze wel zelf gaat maken, natuurlijk ben je super onderscheidend. Ja. Maar moet ik ook heel realistisch zijn, is het denk ik voor Lelystad en Dronten niet geschikt om dan een croissantje voor 2,80 en 3 euro te gaan verkopen. Nee. Oh, het is te duur voor het publiek. Nee, het is gewoon te duur. Ja, ja. Het is puur handenarbeid. Dan krijg je zag je ook in de documentaire. Je bent gewoon echt dagen onderweg. Dat doen wij met deze ook. Mm-hmm. Als deegstuk. Maar daarna kunnen wij gewoon grotere deegstukken verwerken tot kleinere stukjes, kleinere broodjes. En dan is het nog wel te doen. Maar als je het per stuk met een croissantje moet gaan doen, er zit zoveel handarbeid bij. Ja. Ja, dan wordt die croissant gewoon te duur. Ja, heb je wel een super croissant, laat ik dat voorop stellen. Ja, ja, ja. Maar er zijn ook hele goede croissantjes in te kopen. Ja. Maar ook daar moet je goed opletten. Wil je eerlijke kwaliteit, wil je alleen echt roomboter? Of zeg je van, nou ja, er mag wel een deel samengestelde boter, laat ik maar netjes zeggen. Ja. Hey Joost, eventjes terug naar lang geleden dan. Ik bedoel, je ouders die hadden de bakkerij. Wanneer was dat moment eigenlijk? Want dat merk je nu heel veel, hè? Dat kinderen de ambachtelijke beroepen van hun ouders niet meer overnemen. Omdat ze zitten liever in de ICT, dan krijgen ze een auto van de zaak en een laptop en zo. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Wanneer was het bij jou het moment dat je zei van, ik ga de zaak overnemen?
Ja, dat was bij mij eigenlijk ontstaan na een beetje straf. Oh, graf. Ja, ik wilde altijd, zoals heel veel jongens natuurlijk, wilde graag Formule 1 coureur worden, autocoureur. Was ik knettergek van. Mijn vader heeft ook een passie voor auto's. En dan wilde ik graag een kart. En mijn vader is prima, maar dan ga je eerst maar werken. En dan kun je centjes verdienen en dan ga je zelf maar karten. Maar daar ga ik geen geld in stoppen. Mm-hmm. Vervolgens zat ik natuurlijk ook naar school. Ik zat op de MAVO, op de brug toen nog. Nu Arcus. Ja. Ik bleef zitten. 3 MAVO. En toen waren mijn ouders eigenlijk een beetje zo teleurgesteld in mij. Potverdikkie, als je dit niet doet en dit niet kan. Ik zou met vrienden naar Spanje toe gaan op vakantie. Oké, maar die 4 weken ervoor ga jij werken. Ja. En dat ging ik doen. En ik moest in de broodbakkerij s'nachts. Ja. En ik weet niet, maar ik denk dat ik in één keer het licht zag. En dat ik zei, oké, ik word wel bakker. Ja. Ja. Ik wilde het eerst niet, maar toen wel. Vind je het nog steeds leuk? Ja. Ja? Ja, ja, zeker. Want het is nog steeds vroeg op, hè? Ja, dan vragen mensen wel vaak, wat vind je leuker, brood of banket? Ik heb geen voorliefde. Ik sta nu meer in banket, maar dat komt puur omdat ik dan overdag ook bereikbaar ben. Ja, nou, dan hoef je niet zo vroeg op ook. Nee, dat is niet zo erg. Vind ik echt niet erg. Nee, want het is juist ideaal s'nachts werken. Ja? Dan heb je nog een andere dag, hè? Niemand die belt. Ja. Nee, niemand die je belt s'nachts. Nee, je wordt niet afgeleid. Je wordt niet afgeleid. Gewoon lekker, wij noemen dat een lekker rammen, weet je wel. Heb je wel iets gemaakt ooit waarvan je zegt, daar ben ik heel erg trots op, want je hebt een lekker ding meegenomen. Er zijn zoveel dingen eigenlijk waar we trots op zijn. Laten we daar zo meteen over praten. Ja. We vieren een feestje in de studio, want Bakkerij Prins in Lelystad bestaat 50 jaar. Joost en Claudia doen het nu al 20 jaar. En je hebt net al gezegd eigenlijk, Joost, dat je er nog heel lang mee door wil blijven gaan als dan. Ja. We hebben ook wat artikelen meegenomen. We hadden het net een beetje over wat je leuk en minder leuk vindt om te maken. Maar eigenlijk zeg je, alles vind ik leuk om te maken. Ja, ik vind brood en banket vind ik allebei leuk. Mensen vragen dat wel eens aan je. Ja. Maar brood, daar kun je gewoon lekker hard werken. Ja. Dan maak je mooie producten. Je probeert ze zo goed mogelijk te maken, van begin tot eind. Ja. Banket, daar kun je wat meer finesse, wat fijner werk, je energie in kwijt. Ja, maar het is allebei leuk. Is zo'n programma als Heel Holland Bakt, hè, dat mensen thuis gaan bakken, is dat voor jullie als bakkers nou goed? Of zeg je van, nou nee, we hebben dat liever niet zo'n programma? Nee, dat is hartstikke goed. Ja, is het goed? Tuurlijk, is hartstikke goed. Okay. Ja, want laten we eerlijk wezen, ik kan een heerlijke appeltaart maken en lees dat als een lekker ding, fantastisch. Ja. Maar als je thuis een appeltaart maakt, daar kan ik het nooit van winnen. Nee, hoe kan dat? Omdat je het zelf maakt. Ja, dat is waar. Ja. Het is emotie, je eigen liefde zit erin. Ja. En wij doen het ook bij onze producten, met onze medewerkers. Alleen op het moment dat je als klant het komt kopen, is het toch anders. Ja. Is dat ook waarom je heel veel van die bake-off producten maakt, die je thuis nog even af moet bakken, dat je dan toch die beleving hebt van, nou, ik heb er zelf ook wat aan gedaan of zo? Is dat de achterliggende gedachte of de makkelijkheid? Niet alleen heb ik er zelf ook wat aan gedaan, maar dan heb je de meeste, met name met een hardbroodje, heb je de meeste krokantheid. Moeilijk woord, ja. Nee, maar dan heb je de meeste krokantheid op het moment dat je hem thuis hebt in de oven. En als je dan de oven open doet en die geur van brood komt eruit. En je hebt je koffie. Dan is het eigenlijk al lekker. Niet, maar dat is toch het ultieme moment. Ja, ja, vind ik ook. Ja, die dat geur blijft ook. Ja. Hartstikke lekker. En als je huis wil verkopen, moet je zelf een appeltaart bakken. Ja, dat zeggen ze altijd. Hè? Precies. Ja. Of een beetje onder de mat. In de afgelopen jaren zijn er natuurlijk heel veel dingen bijgevoegd. Had je natuurlijk best wel veel wit- en bruin broodsoorten. Maar je hebt nu inderdaad koolhydraatarm brood, glutenvrij brood of glutenarm, weet ik het wel allemaal. Een hele webshop heb je daarvoor op gezet ook? Er zijn heel veel producten. Hoe leer je dat dan? Want je moet het op een gegeven moment ook zelf dan gaan maken, in je assortiment opnemen. Ga je daar een cursus voor doen? Of... Er zijn cursussen die je ervoor kan doen. Wij zitten bij het Patisserie College. Daar hebben we natuurlijk ook bakkers bij zitten. Zowel brood- als banketbakkers. Voornamelijk banketbakkers, maar ook broodbakkers bij zitten. Ja, daar heb je ook contact mee. Iedereen gaat wat experimenteren. We zijn altijd aan het experimenteren. Dat doe ik ook. Dat vind ik ook het leukste wat er is. Ook wel eens iets gemaakt waarvan je denkt, nou, dat is totaal niet lekker. Dat gaan we niet verkopen zo. Nou ja, goed, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet zo heel erg enthousiast ben over een koolhydraatarm broodje. Nee, hè? Nee, ik noem het een beetje vogelzaad. Ja, dat is het ook. Gebonden vogelzaad. Maar goed, je wil toch mee. En je wil ook graag de klant die wel bij je komt. Ook voor het gebakje wil je toch ook graag dan toch bedienen met het stuk brood. Ja. Ja. 50 jaar bestaat Bakkerij Prins. Jullie doen het 20 jaar. Hoe zit het eigenlijk met jouw opvolging? Hoe zit het met mijn opvolging? Dat duurt nog heel lang, maar daar ben ik inderdaad nog niet echt mee bezig. Nee. En ik weet niet of mijn kinderen het willen doen. Ze zullen nu ook luisteren. Maar hoe ga je daarmee om dan? Want ik bedoel, jouw kinderen die zien, papa is bakker. Ja, en die is altijd weg. Die is altijd vroeg eruit. Ja, maar betrek je ze dan in dat proces? Hoe gaat dat privé? Want mijn zoon, die is 14. En die wil eigenlijk al 2-3 jaar, is die al dat hij zegt, papa kan helpen. Want papa kan dit, papa kan dat. Oh, maar dat is goed.
Ja, maar of hij dat doet omdat hij het leuk vindt, omdat hij dat doet omdat hij papa wil plezieren, dat weet ik niet. Of misschien een centje ook wel verdient. Dat sowieso. Ja, je kan er wel enthousiasmeren over het vak. Tuurlijk wel, maar hij vindt het ook leuk. Maar hij vindt werk ook leuk. En ik ben er wel achter dat hij het erg leuk vindt om juist met mensen om te gaan. Dat moet je ook dus wel veel leuk meer vinden, aan de voorkant. Hè? Je moet werken leuk vinden als je dit lang vol wil houden, denk ik. Ja. 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 Want het is hard werken. Het is hard werken, maar het is wel leuk werk. Is dat dan ook de succesformule van jullie bedrijf aan zich, maar ook van jou en je vrouw? Dat jij bent meer de achterkant en je vrouw is meer de voorkant? Moet je zo'n combinatie hebben? Ja, kijk, we hebben natuurlijk 4 filialen. Dus het is moeilijk. Ik kan niet overal aan de voorkant staan. Nee. Maar sinds een aantal jaren ben ik letterlijk en figuurlijk het gezicht wel gaan worden van ons bedrijf. Want ik sta ook op de busjes. Klanten willen dat ook, hè? Ja, klanten willen dat ook, ja. En ik heb dat jarenlang gezegd, nou, hoeft niet voor mij. Ik duur, laat mij maar, weet je. Beetje prima, op de achtergrond. Ja, ja. Ik hoef die publiciteit niet. Niet dat ik er nog steeds op zit te wachten. Echt van, ik wil in de publiciteit. Nou, maar ik vind het wel leuk. Ja. Maar ik vind het wel leuk om mensen te vertellen. Ja, ik ben echt heel gepassioneerd over mijn vak. Ja. Daar kan ik uren over lullen. Nou had je natuurlijk van alles mee kunnen nemen vandaag uit je winkel. Maar vertel nog even voor de mensen die ook met ons meekijken. Je hebt niet voor niks, denk ik, dan deze producten hier meegenomen. Is er iets, een verhaal? Hier zit een verhaal achter. Ja, wij maken bijna al ons kleinbrood, hard kleinbrood van Dezem. Dan heb je zuurdezem en je hebt dezem. Ja. Wij maken het van dezem, want het zuur vindt niet iedereen even lekker. Nee. Dus maken van dezem. Nou heb ik even meegenomen Milano. Dat zijn fantasienamen, want dan moet je het zien. Met Italiaanse kruiden, kaas, zonnebloempitten. Ja, ja, ja. En dan hebben we deze ook nog. Het andere broodje wat ernaast ligt. En dat is van brandnetel. Brandnetel? Precies. Oh. Dat is leuk. En dan moet je triggeren. Ja. Dan moet je denken, hey, kaas vind dat wil ik eens gaan proberen. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Dus een brandnetelbroodje ruikt ook heel erg lekker. En vooral deze erg leuk met die kiekendief. Dat is een lokaal broodje. Maken van lokale granen. Wat zit erin? Speld. En voor korenmeel. Geen kikkerdief in verwerkt, hè? Nee. Het logo staat geen er wel dierlijk. Dat is geen wel weer dierlijk. Logo. Wij verwerken geen dierlijk. Ja, okay, roomboter, ja, maar slagroom. Ja. Maar niet in brood, geen dierlijke vetten. Nee. Maar dus kikkerdiefbroodje. Maak speciaal voor de Lelystadse boer. Mm-hmm. Want het is gemaakt van voornamelijk Flevolandse tarwe. Maar ook gevulde koeken bijvoorbeeld. Gevulde koeken, ja, dat is een van onze toppers. Ja, is dat ja, zo? Ja, ik had de tompoes ook klaarstaan. Oh, maar die zie ik niet. Nee, klopt. Die krijgen jullie zo meteen. Ja, maar dat zijn de toppers. Daar heb ik er een paar van meegenomen. En dan ook het Lelystads lekker ding. Ja, wat is dat eigenlijk? Want ik bedoel, de naam, dat klinkt al lekker. Ja, maar het is een appelkaneelcake taartje met een harde wenenbodem. Maar wat heeft het met Flevoland? Wat heeft het met Flevoland te maken? De appeltjes komen bij Vreken vandaan, uit Flevoland. Er zit 20% tarwemeel in, verwerkt uit Flevoland. Dan de kaneel natuurlijk die erop zit. Ja, dat is van de VOC. Is dat een populair ding? Het lekkere ding? Is dat populair? Zeg je van nou... Nee, tuurlijk is het populair. Ja, dus, ja eigenlijk wel. We maken ze ook in kleine stukjes. En dan is met name bij recepties worden gegeven. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vond het heel gewaagd om de tekst lekker ding. Maar City Marketing zei, nee, dat is de naam. Gaan we doen, lekker ding. Bam. Ja, ja. Maar als ik zo langs de A6 kijk, dan kunnen sommige slogans, die kunnen ook niet. Maar die zetten ze ook op de voorgevel. Ja, dus we hebben het samen dit kan met prima, de City Marketing gedaan. Ja. Ja. We zouden bijna vergeten, als je jarig bent, dan trakteer je ook. En de tijd vliegt altijd als we dit soort gesprekken. Dat vind ik jammer, want het liefst zou ik nog wel even met je door willen praten. Ja. Het hele jaar is het eigenlijk feest. Kun je kort vertellen wat je gaat doen? Ik kan kort vertellen wat we gaan doen. Elke maand hebben we iets anders. Sausijzenbroodje deze maand? We hebben nu sausijzenbroodje in aanbieding. Tompoes komt nog een keer voorbij. Slagroomtaartje komt nog een keer voorbij. Komt nog brood ook voorbij. Flevolands brood komt nog voorbij. Nog een aantal andere producten. We gaan elke maand iets apart doen met 50. Ja. Deze maand gaan we klanten benaderen die al vanaf het eerste uur klant zijn. Leuk. Dus daar hebben we medewerkers, maar ook oud-medewerkers van ons voor nodig. Mm-hmm. Om te zeggen van, hey, kennen jullie die klant? Ja, waren die toen? Nou, op die manier. Volgende maand kan ik ook wel verklappen. Dan word ik zelf 50. Dus dat is ook een jubileum. Je zelf. Mijn vrouw was met oud en nieuw 50. Dus we hebben echt een super jubileumjaar. Ja. Volgende maand gaan we dus ook mensen verrassen die 50 zijn. Nou, iedereen die of huisnummer 50 wonen of... Kan ook voorbij komen van het komend jaar. Huisnummer 50. Dat zoek je allemaal zelf uit. Je hoeft niet op te geven. Nee. Okay. Je mag je wel voor... Voordragen. Die wordt 50 en met een paar korte zinnetjes waarom... Zou die een taart moeten krijgen of zou die getrakteerd moeten worden? Ja. En dan gaan we daar uitzoeken. Ja. Maar we kunnen ook zo meteen een keer gaan kijken van rijdt er iemand precies 50 op de dreef? Ja. Hopelijk dat de politie mee wil werken. Maar dat is het leuke ding. Iemand zijn 50ste partner gekregen. Dat zou nog kunnen. Ja. Maar dit gaat natuurlijk nog door. Jij bent 50. Het hele jaar dus door. Zeker, ja, dat ook. Maar ook jullie zaken gaan natuurlijk door. Ja. Is er nog uitbreiding dat je zegt, nou, we zijn bezig met een 5e filiaal of een 6e? We of... zijn niet actief met een extra filiaal bezig. Maar het zou wel, als het op ons pad komt, dan zou het zeker mogelijk zijn. En waar zou je dat dan willen? Ook weer in Lelystad? Almere bijvoorbeeld. Ja.
Almere zouden we heel graag willen. Alleen Almere is ja, best wel lastig. Want heel vaak veranderen bestemmingen of routes. Dat je denkt van, hé, dit is een goede locatie. Ik kan met de auto voor de deur, hè, gemak. Ja. Almere Poort zou je En dan denk je, nou, dan zit ik daar. En dan opeens gaat de straat over voor 2 jaar. Hey, ken je die slager die aan Almere Poort zit? Ja. Die is na een paar jaar is hier aan het uitbreiden. Ik zou dat doen. En heeft ook een bakker gezeten in Poort. Ja. Ja. En nog eventjes, als je wil kijken hoe jullie werken. Open huis is er ook. Open huis komt er ook. Ja, misschien zelfs wel 2 keer. Oké. Ja. Weet je al wanneer de eerste is? Nee. Nee, ja, want ik heb wel even met een aantal leveranciers. Ja, dat vind ik leuk. Komen leveranciers komen dan namelijk ook even helpen. Want dat is natuurlijk, ja, we komen echt veel mensen op af. Is er nog iets wat we per se nu moeten proeven? Dat je zegt, nou, dat maken wij altijd. Want alles. Stellen wij ons daar graag voor vrijwillig beschikbaar. Ja, de broodjes moet je even afbakken. Dus dat zou ik nu niet doen. Of je moet er een oven doen. Maar lees als lekker ding, kun je aansnijden. De gevulde koek bij de koffie kun je zeker ook nemen. Ja. Maar wat is jouw voorkeur? En ik rijd nog even heen en weer van de toekomst. Ben je gek? Hij is beloofd. Nee, joh. Alles. En jij bent op dieet, dus je mag niks. Dus dankjewel, Joost. Soms maken een uitzondering. Joost, dankjewel. En Graag gedaan. We gaan afspreken dat we dit jaar nog een keer bij in de bakkerij komen kijken. Hartstikke leuk. Heel erg bedankt. En voor iedereen gefeliciteerd.